Wow, vandaag nog een extra video, want ik heb iets heel erg belangrijks te melden. Het is een feestdag vandaag, want ik heb iets nieuws en jullie worden er ook blij van, denk ik. Dus blijf lekker kijken, mensen, we gaan beginnen. Heel even kort, een mededeling. Yeah! Het is een spannende dag. Het is ongelooflijk. Het is vandaag 8 april. Wat betekent dat het Feed Festival is in Amsterdam? Ben je er klaar voor? Ik wel. Ik denk dat je het ongetwijfeld al in de titel en de thumbnail hebt kunnen zien, maar toch ga ik doen alsof het een verrassing is. Oké, doe even alsof je van niks weet. Dat je gewoon aan het chillen was, dat je wakker werd, dat je random ass een video aanklikte, niet naar de titel keek en dacht, oké, wat heeft Kelvin vandaag te vertellen? Dat ga ik doen. Dus wacht, let op. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik heb iets waar ik al een hele lange tijd mee bezig ben geweest en waar ik super veel zin in heb om eindelijk te kunnen lanceren. Mensen van het goede leven. Welkom, de allereerste. Is het de allereerste? Ja, het is wel. Ja, ik ben officieel de allereerste YouTuber in Nederland die zijn eigen emojis heeft. Yeah! Hey. Calvin emojis. Calvin emojis. Calvin emojis. En dan hoor ik je denken, hè, wat de fuck, Calvin emojis? Leg uit, Kelvin. Nou ja, dat ga ik dus vandaag ook even doen. Nu. Het is eigenlijk vrij simpel. Je weet dat als je een telefoon hebt, dat je daarop emojis kan plaatsen. Zo huilpoppetjes, zo'n drol en shit. Ik dacht, hoe leuk zou het zijn als ik mijn eigen hoofd als emoji heb? Dacht dat het leuk is. Jullie ook, hoop ik. Dus dan ben ik de afgelopen maanden aan de slag gegaan om dat voor elkaar te krijgen. En het is me gelukt. Ik heb officieel mijn eigen Calvin emojis. Ja, ik had gezegd, hè? Ja, ik had gezegd. Het is er niet één. Het zijn er niet twee. Het zijn er niet drie. Maar het zijn er meer dan 150. Het is niet normaal. En vandaag maak ik een video om dat aan jullie bekend te maken dat het zo is. Dus mocht je het willen, kun je het downloaden in de beschrijving. Of je gaat gewoon naar de Apple Store of naar de Play Store. En dan zoek je gewoon een Calvin emoji. En dan heb je het. Zo simpel is het, mensen. Het is niet moeilijk. Mocht je nou dusdanig lui zijn om niet naar de Apple Store of naar de Play Store te gaan, dan staan ook linkjes in de beschrijving. Dus dan komt het ook goed. Oké, het komt goed. Ik zal even proberen om de Calvin emojis omschrijven. Ik dacht, binnen de wereld van emojis zijn er natuurlijk al wat gekke dingetjes, weet je wel. Een beetje zo kotsend poppetje en een drol. Toen dacht ik, oké, hoe kan ik de wereld van emojis nog fucked upper maken? Dat heb ik geprobeerd. En dat is me redelijk goed afgegaan. En ik ga jullie vandaag heel eventjes door de verschillende soorten emojis heen lopen. Zodat jullie precies weten waar jullie aan toe zijn op het moment dat jullie de app downloaden. Mensen, dit is het moment. Kijk dit. Tada! Dat was hem. De allereerste emojis zijn eigenlijk gewoon de meest veilige emojis die ik maar kon bedenken. Ik sta er ook elke keer weer van te kijken wat voor rare emojis ertussen zitten. Dus weet je, dit zijn gewoon mijn hoofdjes met allerlei verschillende dingen. Met petjes op, met kotshoofden, met boze shit, met slaapmutsen, met regenbogen uit mijn mond. Het kan allemaal. Het is allemaal aanwezig in de Calvin emoji app. Oké, ik heb zelfs een emoji met kak op mijn hoofd. Dat kan toch niet? Wanneer gebruik je een emoji dat je kak op je hoofd hebt? Dat is meer zoals je na een avond stappen brakken uit bed komt en iemand vraagt: hey Kelvin, was leuk gisteravond, man. Hoe voel je? Dat je dan een emoji stuurt met drol op je hoofd. Zo moet ik het denk ik zien. Dit zijn al superveel emojis met gewoon mijn hoofd. Dus mocht je dat nou leuk vinden, dan zijn die zeker van de partij. Ze kunnen natuurlijk niet ontbreken. De paprikel emojis. Jazeker, mensheid. Ja. De paprikel emojis zijn eigenlijk gewoon exact wat je denkt dat het is. Namelijk allemaal paprika. Het is bijvoorbeeld de rock'n'roll paprika. Of het is de wow stop paprika. Of het is de yo peace paprika. Ik vraag me af in hoeverre mensen überhaupt zin hebben om zichzelf, zeg maar, hun emoties te uiten door middel van een paprika. Wie doet dit? Dus dat zijn de paprika emojis. Ik denk mijn persoonlijke favoriet. Dat denk ik. Maar mensen, er is nog meer. Dus let op. Doe eventjes lekker mee. We hebben calvijntjes. Calvijntjes zijn nieuw. Die zie je niet aankomen. Dat is een beetje een experimentje. Het is best wel gelukt. Het is eigenlijk gewoon een foto van mijn hoofd. Maar dan met allerlei dingen eromheen. Dus je hebt een emoji waarin je een bepaalde emotie hebt. Shit. Maar bij calvijntjes zitten er gewoon allemaal shit omheen. Er zit vuur, er zit explosies, er zit onweer. Je ziet het. Dus mocht je nou bijvoorbeeld iets heel grappig vinden, dan stuur je gewoon een calvijntje waarin ik gewoon... Dat is eentje. Er is nog meer, mensen. We hebben ook nog de skeermojis. Ja, ik zat daar bij aan tafel. Weet je, ik heb dit samen met wat andere mensen gedaan. Mensen die volwassen zijn. Die zeiden, Kelvin, hoe wil je deze categorie noemen? Ze zeiden, wil je ze cartoons noemen? Of wil je ze cool emojis noemen? Of wat dan ook. En ik zei, mag ik ze gewoon, zeg maar, skeeremojis noemen? En je zag iedereen aan tafel echt zo van, skeermojis. Ja, de skeermojis zijn eigenlijk gebaseerd op social media van mij. Dus dat kunnen foto's zijn, maar ook video's en dergelijke. Dus ik zal even een voorbeeldje noemen. Dat is typisch skeer. Hey! Ik heb gewoon mijn eigen officiële dat is typisch skeer emoji. Je kan er niet omheen. Ik heb het gewoon gedaan. En ik heb scheid. Ik heb volle scheid. Ik moet jou de scheiden. En dat is natuurlijk gewoon gebaseerd op de kutreclames video. En nou heb ik ook vanis. Eigenlijk allemaal kutreclames speel. En zo zitten er allemaal nog dingen in die je eigenlijk terug kan herkennen uit mijn video's of uit mijn foto's. Dus check die sowieso. En de allerlaatste categorie tot nu toe is de fatemojis. De fat-emojis. Ja, ze vroeg ook weer, oké, Kelvin, skeer-emojis, leuk. Wat, hoe wil je die anderen noemen? Ze zeiden fresh-emojis of cool-style of zo. Ja, mag ik ze fat-emojis noemen? En zij waren echt weer van, fat-emojis? Ik heb ze fat-emojis genoemd, want ze eigenlijk zijn deze emojis gewoon één grote grap. Een soort van kerst op de taart. Je moet maar zien of je ze gaat gebruiken. Dit zijn extreme emojis zijn dit. Dit is gewoon allemaal een beetje twisted, een beetje raar. Een beetje, ik zit met flamingo's en zo. Het is gewoon weird. Het zijn gewoon weirde emojis. Dus ik dacht, oké, het is weird, het is grappig. Ik noem ze fat-emojis. Lekker, Kelvin, lekker bezig. Tot zover waren dat de categorieën uit de Calvin emoji app. Maar als je nou nog niet over overtuigd bent van het downloaden van die emojis, dan heb ik nog iets extra's. Als jij de app downloadt of via hashtag Calvin emojis op social media, een screenshot van dat je de app hebt deelt, dan maak je kans op een Calvin vet.
Vet, vet, vet man. Een kalfijnpet, dames en heren. Mocht je nou niet weten hoe dit eruit ziet, wacht even. Oh, ligt hier. Tada, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is de nieuwe kalfijnpet. Dus mocht je daar nou kans op willen maken, ik geef hem gratis weg aan iemand die de app downloadt. Dus download de app en dan maak je kans op de kalfijnpet. Dus let's go. Verder is het denk ik leuk voor jullie om te weten dat ik gaandeweg de emoji app update. Dus elke keer komen er weer nieuwe bij. Dus bij de zomer ga ik weer andere dingen doen, et cetera, et cetera. Dus dat is heel erg leuk. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dus mensen, download de kalfijn emoji app in de Play Store of in de App Store. Mocht je nou nog niet weten wat de App Store is, dan kun je gewoon in de beschrijving kijken. Daar staan ook linkjes. Dus het komt helemaal goed. Ik ga er weer vandoor, mensen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden, ook al was het eigenlijk gewoon een informatieve video, maar alsnog hoop ik dat jullie het leuk vonden om naar mijn hoofd te kijken, want ja, wie wil dat nou niet? Waarschijnlijk iedereen van de wereld. Maar alsnog, hey doei je! Dag! Download de app! Dag! Bye.